weekvlog deze week. Dit keer wat minder goed nieuws. Zoals je gisteren hebt kunnen zien, heeft Verona helaas coliek gekregen. Is geopereerd en is aan de betere hand, gelukkig. Dus dat komt naar voren in de weekvlog. We hebben een clinic gehad, een klein stukje erin gedaan. Ja, voornamelijk omdat ik eigenlijk weinig tot geen tijd heb om de video's nu te maken. Maar ik probeer jullie toch iets mee te geven van wat er deze week gebeurd is. Dus veel plezier met kijken naar deze weekvlog. Wat ga je filmen dan? Nou, ik zit hier met Kim nu in het zonnetje. We hebben net allebei een clinic gehad. Ja. Hoe vond jij het? Ik vond het heel leuk. Ik vond het ook heel leuk, alleen Verona had vandaag uiteraard besloten, het is lente. Met als gevolg dat in eerste instantie de proef niet heel denderend ging. Maar we hadden toch nog 178 punten, dus in die zin mag ik niet zeuren. Maar zat de tong zo ongeveer weer op de knieën. Maar dat zal je wel in de video zien, we hebben er aparte video's van. En bij jou, wat vond jij het beste gaan? Binnenkomen. Binnenkomen. Dat ging bij mij niet zo best. En linksomkeerd. Linksomkeerd. Of rechtsomkeerd. Wat ging slechtst? Contra galop. Contra, dat is waar. Het sprong om. Ja. Wat ging er bij mij goed? Voltes ging op zich wel goed. En op zich, lekker. Gebroken lijnen gingen ook wel. En hier aan de andere kant hebben we Tessa. En hoe ging het bij jou? Het ging goed. Hoeveel punten had jij? 199,5. Precies, hoeveel punten had jij, Kim? 172,5. Ik 100, wat was het ook weer? 78 of zo, iets in die geest. En jij, hoeveel zei je? 199,5. Wie kan er dus rijden? En wij zijn gewoon slecht, hè, Kim? We kunnen er eigenlijk gewoon helemaal niks van. We worden gewoon ingehaald. Ja, maar jullie zitten hoger. Ja, als je er niks van kan, draai je niet in de M1. Wat zeg je? Als je er niks van kan, draai je niet in de M. Ja, dat is wel goed dat je zoveel zelfvertrouwen hebt. En jullie zitten hoger dan mij. Ja, we zitten hoger dan jij. Maar dat geeft allemaal niks. Het was in ieder geval leuk. Weet je wat bij mij slecht ging? Nou, ja. Bij mij ging goed. De voltes ging op zich wel goed. Maar alleen... De galop ging ook goed, maar ik weet niet wat er slecht ging. Nee, nou, als je bijna 200 punten hebt, dan gaat er ook niet zo heel veel slecht, hoor, moet ik zeggen. Ja, goed, maakt niet uit. Nou, het scheelt maar een halve punt. Mm-hmm. Yes. Ja, dat is waar, anders had je 200 gehad. Goed, nou, nu staan. Ik zal even omwisselen, lukt dat? Nee, dat gaat niet. Nou, alle hardwerkende paardjes, die staan nu dan ook gewoon lekker buiten. Na de clinic. En ik ga nu even, want ik val ongeveer om. Zo, de dag van de clinic is voorbij. De auto is ingenomen. Het huurautootje. Dus ik denk dat ik maar hier blijf en dat zij dan naar huis gaan zo, saampjes. Tot. Maandag vandaag. De paardjes staan los, want Henja en Verona zijn vrij vandaag. Dus vanmiddag is Christine geweest en mochten ze naakt in de paddock. En nu vanmiddag ook nog wel. Tess gaat wel rijden op Sterren. Kim heeft uitwisseling, dus die is er even niet. En, hallo paard, net keek je zo leuk. Ja, precies. Je kijkt naar mij. Nee hoor, het is over. Zo, ons Kimmetje heeft de eerste hart voor paardenjas die geborduurd is. Hoe gaaf is die? Heel gaaf. Hij past. Oh, hij is echt borduurd. Ja, hij is echt geborduurd. Je rug ook. Dan heb je zakken, je binnenzakken. En Tessa is zo jaloers dat ze zei, hij past helemaal goed. Ik ga even, je moet even mee bewegen zo. Oh, dat is beter. Hij heeft binnenzakken. Niet zo hele grote. Nee, maar dan nog. Toch binnenzak. Hier. Kom maar. Oh, wat grappig. Hij is wel echt lekker. Dan heb je buitenzakken. En dan draai je je om. En dan kan je hem ook nog smaller maken als hij te breed zou zijn. Ja, kun je de drukkertjes een beetje aan... Maar hij is goed. En dan kan je die flappies aan de onderkant, er zitten ook drukkertjes. Dus als het goed is kunnen die ook nog los. Als je gaat paardrijden. Er zit een jas en een wedstrijdjasje in één. Heb je een flap aan je kont, ja. Nou. Moet niet gekker worden. Ik vind het fantastisch. Ja, aan de binnenkant. En daar zijn ook nog bodywarmers van. Nou ja, een soort Gillette bodywarmertjes. Dus ik geloof dat we wel een winnaar hebben. Oh, je hebt ook nog luchtgaten. Oh, kijk nou. Kijk, luchtgaten, voor als je gaat stinken. Tadaa!
Dus het is een echt sportjas is het. Zelfs Beauty Willem. Beauty Willem ook, helaas. Die hebben ze niet in paardenmaat. We hebben niet zo goed nieuws, helaas. Helaas. Nee. Verona die heeft een heftige, heeft een heftige koliekaanval gehad donderdagochtend. Gelukkig was de manege er heel erg snel bij. En is ze overgebracht naar Utrecht. Wij zijn ook naar Utrecht gekomen, want ik stond natuurlijk vast in de file. Want dat gebeurt natuurlijk altijd als iets ernstigs gebeurt. In Utrecht is ze bijna gelijk geopereerd. Dus dat is goed gekomen gelukkig. Ja. Bij de operatie hebben ze een verstopping gevonden. Die volgens mij in de dikke darm. In de dikke darm. Die hebben ze eruit gehaald. En daarna is ze naar de intensive care. De eerste naar de recoverkamer heet dat. Daar worden ze dan wakker. En daarna is ze naar intensive care gegaan. Ja. Gelukkig heeft ze het allemaal overleefd. En heb ik vanmorgen het bericht gekregen uit Utrecht dat zij dat ze goed de nacht doorgekomen is. Ze heeft nog wel een beetje koorts. Maar goed, dat is niet, dat vonden ze niet zorgelijk. Ze is heel nieuwsgierig naar alle onderzoeken. Ze kijkt vrolijk om zich heen. Ja, ze vindt allemaal heel erg leuk. ze hinnikt naar de andere paarden en de paarden hinniken terug. Dus dat is ook heel positief vinden hun. Ja. En ik natuurlijk ook. Dus hoewel we echt heel erg geschrokken zijn en het echt vreselijk vinden, lijkt het toch allemaal wel goed te komen. Ze moet nog 2 dagen op de intensive care blijven, waar ze heel goed verzorgd wordt. En na die 2 dagen weten we pas 100% zeker dat het goed komt met haar. Ik ben nu in het, ik ben nu bij Veronen. In Utrecht? In Utrecht. En ze is geopereerd. Ga maar even bij de hoofd staan, dan kunnen ze even bij de hoofd kijken. Het gaat eigenlijk heel goed met haar, hè? Ja. Ze heeft honger, heel veel honger. Ja, en zo mogen we even een plukje geven. Ja, maar ze krijgt maar 1 handje. Laat jij handjes zien. Zo'n klein handje per keer. Dat is heel weinig. Maar ze heeft heel veel honger. Ja. Maar het gaat gelukkig heel erg goed met haar, hè? Ja. Trots op je meisje. Nou, we zijn super blij. Ze heeft een heerlijk luik, een mooie grote box. Helaas moet ze even nog even staan, want dit is, dit is de intensive care. Ja. Oeh, zo, dat was heel snel. Ze heeft echt honger. Ja, lekker hè. Nou, meer krijg je niet. Nou, zoals jullie zien doet Vroontje het weer. Staat er netjes bij. En gaat eigenlijk wel heel goed. En tellen, 1, 2, 3. Hou maar op. Goed gedaan. En snel je bovenlichaam terug. Zitten. 1, 2, 3. Prima. 1, 2, 3. Prima. En te rijden en te luisteren. Ja. Zeker. Goed zo. Zo. Goed. En kijk naar onze. Kijk. Goed kijken. Voor het kijken naar deze week vlog. Lief dat je toch gekeken hebt, ondanks dat hij wat korter is dan normaal en wat minder uitgebreid. Ik heb ook niet alle beelden erbij genomen die ik wel heb, maar die krijgen jullie vast nog wel. Die houden jullie zeker te goed. Van de clinics zijn alle clinics opgenomen, alle 3. Dus van Tessa, van mij en van Kim. Dus die kunnen jullie zeker nog verwachten. En voor nu bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik je morgen op het Paarden YouTubers Live Event. En mocht je dit toch een leuk video te vinden, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg!